Mijn naam is Kane, a.k.a. Hurricane. Ik ben 18 jaar en ik woon in Cognizza. Wat betekent mijn woonplaats voor mij? Oh, goede vraag. Het is gewoon de plek waar je alles leert, waar je alles van je omgeving leert kennen. De manier hoe je op bepaalde plekken terechtkomt, want ik kom origineel niet uit de Zaanstreek. De manier hoe ik hier ben gekomen heeft wel een impact op wie ik uiteindelijk ben en hoe mijn leven loopt, zeg maar. Ik ben het liefst gewoon in Zaandam, man. Ik ben gewoon hier bij Stichting ZS Alliance. Ik werk aan mijn craft, gewoon ik bouw. Ik organiseer, ik train, ik doe van alles om ervoor te zorgen dat we bouwen aan de toekomst. Maar de omgevingen die voor mij een rol hebben gespeeld in mijn leven in Zaanstad is sowieso de skatebaan A8 in Cognizza. Daar heb ik heel veel van mijn tijd doorgebracht. Ook, ik heb daar wel eens graffiti gespoten en ik heb gestuntstept, al dat soort dingen heb ik daar gedaan. Dat is een plek waar ik veel ben geweest. Mijn kunstvorm, zal ik interesseren in mijn kunstvorm, is voornamelijk dans. Het is een manier van ventileren, expressen. Het is ook gewoon een manier van connecten met andere mensen. Want buiten de mensen die normaal om me heen staan, heb ik een hele community, gewoon de danscommunity die ik ken en al mijn hele leven ken, zeg maar. De fase waarin ik zit van mijn ontwikkeling is de fase dat ik even door moet zetten. Gewoon omdat ik nu een paar keer heb meegemaakt dat ik gewoon niet direct een nee heb gehoord, maar ik heb gewoon bepaalde dingen niet gehaald waarvan ik verwacht dat ik ze wel zou halen. Buiten dat is het gewoon een hele experimentele fase. Ik ben nu organisator van Battlegrounds. Daar zit gewoon nu veel tijd in. Dat is een hele gestructureerde kant van mezelf die ik moet leren kennen, die ik normaal nooit gekend heb. Normaal was alles gewoon heel creatief, vrij en doe maar wat je erbij zin in hebt. Ja, overal gewoon, ja, ik denk structureel mezelf verbeteren. Ik denk dat dat het beste is, dat ik gewoon gefocust weg kan bewandelen en dat ik een bepaalde progressie kan inschatten. Ik denk dat dat wel een goede is van mij. In de aankomende 3 jaar wil ik mezelf echt settelen als een danser in de scene. Dat mensen echt weten van mij en dat ze gewoon weten wat ze van mij kunnen verwachten. Ik heb het gevoel dat het namelijk niet zo is. Dat we in samenwerking met Zaanstad, dat ik dingen ook ga organiseren, battles en zo. Dat ik gewoon misschien de danscommunity meer naar Zaandam ga brengen. Ik denk dat dat de manier is ook om mezelf meer neer te zetten. Wat mij motiveert? The love, man. The love voor gewoon de liefde voor muziek, de liefde voor dans. Op het moment dat ik kijk of dat ik zelf dans, daar komt gewoon heel veel gevoel bij kijken. En dat is de enige motivatie die ik eigenlijk nodig heb. Ja, mijn ambities is gewoon, als ik het moet kijken over de hele koers van mijn leven, gewoon alles wat zoveel mogelijk te maken heeft met hip-hop en dans en muziek. Dat dan, dat gewoon als ik daarmee mijn focus kan leggen, of in ieder geval dat een deel van mijn leven kan maken, ik denk dat dat wel een goede weg is.